HP Touch, daar laat ik zo meteen even wat dingen zien. Allemaal filmpjes die allemaal verschillende elementen van mensen vertegenwoordigen die met het ding omgaan. Want het ding is al een half jaar geleden geïntroduceerd in Amerika, daar hebben ze heel veel van geleerd. En dan zie je echt heel veel leuke dingen die met dat ding gebeuren. Je kunt zeggen hoeveel je het wil hebben en dan afdrukken en je bent gewoon klaar. Je ziet dat ding is gewoon, dit is een minuut geleden is dat gemaakt en het staat er nu gewoon op. En hij maakt gewoon mooie, hier zie je een mooi fotootje zo. You know, in 1984, yeah. I sold computers, networks, PCs in networking environment. I was very different. And, you're a salesman. Yeah. En dan maakt hij dus een scan van de foto onder de plaat en die stuurt hij dan naar de USB drive. En dat kan ook met een flashcard.